Hoe kun je nu in Photoshop makkelijk schakelen tussen een foto die je bewerkt hebt en het origineel waarmee je begon? Dat was de vraag die ik op Facebook tegenkwam. En op zich was die wel interessant, want daar is in Lightroom een hele makkelijke knop voor, maar in Photoshop werkt dat allemaal net even anders. In Photoshop werkt dat eigenlijk gewoon niet. Het ligt een beetje aan de manier waarop je bewerkt. Veel beginners zullen een foto gaan bewerken en meteen op de foto aan de slag gaan. Laat ik dat ook gewoon eens doen voor de gein. Ik ga bij de afbeelding uh, bijvoorbeeld een klein beetje de curve aanpassen. Ik ga het middengebied een klein beetje optrekken en ik trek de schaduwpartijen wat omhoog. Ik druk op OK, deze bewerking is nu toegepast. Ik ga de levendigheid een klein beetje omhoog halen. Ik ga nog wat spelen met schaduwen en hooglichten. ook nog wat in de verzadiging doen. En voor de gein HDR kleurtinten. Kijken wat dat doet. En ik druk op oké. OK. Nou, ik heb wat bewerkingen gedaan aan de foto. Zo even snel. Gewoon lukraak wat dingen. Maar hoe zag mijn origineel eruit? Ik heb nog steeds één laag. Dus ik kan het eigenlijk niet laten zien. Maar wacht, er is één tip. En dat gaat via het historiepaneel. paneel. Dat vind je bij dit icoontje of als je dat niet ziet via een venster en dan heb je daar historie staan. En in de historie heb ik dus die stappen die ik zojuist gedaan heb. En helemaal bovenin zie je dus mijn originele foto. bergen 2.psd. Klik ik daarop. Dan is dit mijn originele foto. Wil je weer terug naar Waar je uiteindelijk bent geëindigd, klik je gewoon op de onderste regel HDR. Kleurtinten in dit geval, want dat is het laatste filter wat we hebben toegepast. Is dit de juiste manier van werken? Eigenlijk niet. Want als je nou halverwege denkt van: hé, hey, wat ik bij schaduw en hooglichten heb gedaan, daar, ja, daar, daar ben ik niet zo happy mee bijvoorbeeld. Dan zou je terug moeten tot aan levendigheid. Opnieuw de stap schaduw en hooglichten moeten doen en daarna wederom kleurtoon, verzadiging, HDR kleurtinten en je moet nog weten wat je bij die dingen hebt gedaan. Weet je dat niet? Dan moet je gaan zitten gokken of je moet gewoon weer opnieuw beginnen. Daar is ook een andere manier voor. Wil je opnieuw beginnen? Werk niet met filters via afbeelding, aanpassingen en de filters hier, maar werk via aanpassingslagen. Dat vind je hieronder in je lagenpaneel bij dit zwart-witte bolletje. En daar kun je ook bijvoorbeeld een curve uitkiezen. We hadden net een klein beetje het midden opgetrokken. En daar staan nog meer filters bij. Ik pak er gewoon lukraak even wat uh, tussenuit. Werk je dus met lagen, zoals we hier doen, en je wil dus je originele foto zien, dan hoef je eigenlijk alleen maar de laag achtergrond te zien. Dat betekent dat de drie bovenstaande lagen dat die uit moeten gaan. Je zou ze los even uit kunnen klikken. Met drie lagen is dat nog wel te doen, maar heb je er nou veertig, dan is dat wel wat veel werk. Nou, er is ook een optie om één laag gewoon te laten zien. Dat is de alt ingedrukt houden en op het oogje te klikken van die laag. En dan gaat de rest uit. En hou je de alt weer ingedrukt en klik je weer op het oogje, dan ga je terug naar hoe het was. Dus alles weer aan. Is er nu iets wat je niet bevalt, bijvoorbeeld kleurtoonverzadiging, dan zou je dat nog los uit kunnen zetten. Of als je erop klikt, kun je dat bij eigenschappen gewoon weer aanpassen. En dat is eigenlijk een betere manier van werken. Dus dat is nog even een bonus tip in dit filmpje. Werk gewoon met losse aanpassingslagen. Kijk daarin ook naar het filmpje voor lagen, dat vertelt veel meer info over dat soort dingen. En werk dus gewoon stapelsgewijs in je document. En wil je het origineel zien, hou er altijd in gedrukt. Klik op het oogje om die laag te zien. Zo eenvoudig is het. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer en doei doei!